Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Survival Games. En ja, sorry, de video is waarschijnlijk te laat. Het is nu 8 over 4 op het moment dat ik het opneem. Ik moet de video nog opnemen, uploaden, en editen en renderen. En dat moet allemaal binnen een uur, ga ik waarschijnlijk niet redden. Maar ik was hiervoor was ik al aan het opnemen en toen ineens was de. Ik was zeg maar klaar met opnemen. En toen kreeg ik ineens een melding dat de video corrupted was. Omdat mijn schijf helemaal vol was. Mijn computer was helemaal vol. Dus hij kon niks meer opslaan. Dus hij had gewoon de hele tijd niks opgeslagen. Ik heb nu een heleboel zooi verwijderd. En nu als het goed is kan ik weer de hele tijd recorden. Maar dat is dus wel de reden dat de video laat is. Hopelijk vinden jullie het niet heel erg. En anders dan hebben jullie pech. Mwahaha. Nee hoor, dan hebben jullie niet pech. Nou, toch eigenlijk wel. Ik kan er nu niks meer aan doen, dus. Iedereen skipt deze kist hier zo. Met een chestplate erin die ik wel kan gebruiken. Oh, kom dan. Oh, hier is iemand met een Iron Sword. Oké, ik dacht heel veel dat er nog iemand aankwam, maar dat was niet het geval. Oké. Oké, ik zag hier iemand zijn hoofd. Ja, oké, dat had ik goed gezien dan. Oké, zo. Er is hier zo'n huisje ergens waar je kan enchanten. Waar is het? Oké, het is dat huis. Het is vaak veilig om hier te gaan enchanten, omdat ten eerste niet zoveel mensen hier komen. En twee, dat je niet zo open staat, zeg maar. In het midden dan kan iedereen van alle kanten je aanvallen. En dat is hier niet het geval. Want alleen die ene kant van het huis is open. Alleen die kant is open. Oh, nice. Oh, heb ik überhaupt XP? Oké, we hebben wel van die bottles. Snel even die dingen op de grond gooien. En als show staat, kan je eigenlijk altijd wel zien als er iemand aankomt. Ik wil geen knockback of zo. Protection. Ook geen Bane of Arthropods. Sharpness. Heel veel wat zooi wegdoen hoor. Dacht heel veel deals was, maar het waren gewoon particles. Oké. Protection en. Ook protection. En die heeft power. Daar is iemand, laten we hem verkillen. Oeh, hij heeft een diamond sword. Dat sword wil ik wel hebben. Nice, ik kon hem al 3 keer raken voordat hij überhaupt weer omkeek. Dus daar had ik een heel groot voordeel op hem. Even snel alles zooi in een kist. Niet te veel waardevolle spullen achterlaten hier zo. Oké,
Laten we nu snel teruggaan om ons Diamond Sword ook te gaan enchanten. Want een geenchant Iron Sword met Sharpness 1 is sterker dan Diamond Sword. Want deze plus 7 en deze plus 7,25. Dus anders hebben we alsnog helemaal niks in dat Diamond Sword. Het is trouwens ook zo dat een geenchant Iron is sterker dan Diamond. Oké, sharpness. En protection. Verfalling heb je over het algemeen niet zo heel veel aan in survival. Oh, nee. Ik zat net aan mijn oog te jeuken. Nee. Waarom nou net als ik aan mijn oog jeuk? I was itching my eye. GG. Oké. Ah, dat was pech. Waarom moet nou precies. Het is ook zo dom van me trouwens dat ik gewoon midden in een potje gewoon van mijn ogen ga jeuken. Hopelijk hebben we dit potje beter geluk. Better luck is het in het Engels. Ik weet niet, is beter geluk goed? In ieder geval meer geluk. Dat moet het zijn. Oké. Moet zo meteen die kant op. Het is vaak handig als je in die tijd bent. Zeg maar dat je nog niet los bent. Om dan even te kijken van welke kant je eigenlijk op moet rennen. Want ik ren eigenlijk altijd dezelfde kant op. Maar het is handig om even te kijken van waar sta ik en welke kant zat op. Anders moet je nadat je de kist hebt geopend alsnog gaan zoeken. En dat is gewoon zonde eigenlijk van je tijd. Oké, zitten geen andere players achter me? Had ik al leggings? Nee, nog niet. Oei, iemand met een diamond chestplate. Hij had ook gewoon nog helemaal geen wapen. Dat is zo irritant als dat gebeurt. Heb ik ook wel eens. Ik moet eigenlijk gaan enchanten, maar er zijn hier zoveel mensen die ik kan killen hier zo. Dus. Waarom gooit ze nou XP-bottles op me? Oké, ik hoop niet dat ze serieus dacht dat damage deed. Want in dat geval zou ze echt heel dom geweest zijn. Wauw, ik heb nog nooit gehad dat ik met iemand het vecht was dat hij XP-bottles op me ging gooien, volgens mij. Misschien wel in Skywars, maar niet in survival games. Maar Skywars gebruikt ook echt om iemand aandacht te lokken of om iemand af te leiden of zo, maar. Wauw. Er zijn vrij weinig mensen over. Komt ook dat ik de helft heb uitgemoord, maar. Oké, hierachter zit ook nog ergens een kist. Oh, hij is al geleegd. Het trouwens echt leuk als er hier zo aan de andere kant hield zit. Om dan door dat gat heen te schieten. En mensen raken daar zo verward van. Waar is diegene? En dan kun je ze natuurlijk niet vinden. Omdat jij er achter het randje staat te sneaken. Oké, er is hier iemand binnen. Hij heeft mij nog niet gezien.
Had diegene nou gewoon geen wapen? Of was hij gewoon een beetje aan het panikken? Het is gewoon aankaast knap als je gewoon zo ver in de game nog steeds geen wapen hebt. Laat ik gelijk even wat zooi verbranden nu ik hier toch ben. Ging ik nu de lava in? Oh, deze lag. Kijk, dit is zooi dat ik al niet nodig heb en anderen nu ook niet meer kunnen krijgen. Zo, opgeruimd het netjes. We kunnen helaas niet enchanten dat we geen lapis hebben. Maar misschien is het hier nog wel lapis in. Dit is echt een van die kisten waar echt nooit iemand kijkt, omdat niemand hem weet te vinden. Hier beneden zit volgens mij ook nog ergens een kist. Of niet. Oh, ik dacht echt dat hier een kist zat eigenlijk. Maar het maakt niet uit. Hier is het ook nog ergens een kist in deze bomen. Oké, we hebben nog steeds gelapen, dus dan gaan we oh man zoeken. Oh, 30 seconden maar nog voor de deathmatch. Heel vaak zijn er aan het eind van de game hier binnen nogal mensen, maar in dit geval niet. Oké, er is nog één gast over tegen mij. Waarschijnlijk heeft hij heel goede spullen, want hij maakte net aan het einde een paar kills. Oh yes, kraakte hem. Eén tip mensen, ga nooit eten tijdens PvP. GG. Als je aan het vechten bent en je gaat eten, dan ben je sowieso beter geweest. Want in de tijd dat jij één golden apple kan eten, kan iemand anders zoveel damage doen. Je gaat in ieder geval geen vooruitgang maken. Tenzij je echt heel goed armor hebt en die andere een heel slecht wapen, maar meestal gaat het je niet helpen. Oh, oké, okay. Ik word weer teruggezet. Ik wil niet nog een keer village doen, ik heb net ook al village gedaan. Candy, castles of seasons? Ik ga candy. Ik vind candy eigenlijk altijd wel een leuke map. Ik speel hem niet heel vaak, maar als ik hem speel, dan geniet ik er wel echt van. Wat een uitspraak. Ik kan er echt niet tegen dat je maar een paar mensen ziet zoals hij en daar aan de overkant iemand. Oké. Wow, die gast aan de zijkant was een hacker. Die zag je heel snel naar het midden toe rennen. Veel sneller dan dat mogelijk is zonder hacks. Close. Helaas. Maar laten we het nog een keer proberen. Een geweldige stats, nogmaals. Ik ben echt trots op mijn stats. Ze zijn echt. Even kijken hoor, welke map. Laat ik Pirates een keer doen. Ik speel echt eigenlijk vrijwel nooit Pirates. Ik heb trouwens bij hem nu volgens mij de vorige video nog gespeeld. Zelf speel ik echt bijna nooit Pirates, maar wat in Pirates heel leuk is, is dat je kan, zodra je een boog hebt,
kan je echt heel makkelijk heel veel kills maken. Want heel veel mensen heel snel het water in gaan. En als je iemand in het water zit en jij hebt een boog, dan ben je eigenlijk heel erg overpowered. Omdat je heel makkelijk iemand neer kan schieten en hij kan heel moeilijk vluchten. Oké, hij zit al vol. 3, 2, 1. Even vingers knakken. Ik weet, het schijnt heel slecht te zijn voor je vingers. Het boeit niet. Je weet wat ze zeggen, hè? YOLO. Die dit echt iets is van. Oh, ik leef maar één keer. Laat ik nu heel vaak mijn vingers gaan knakken. Maar. Je snapt wat ik bedoel. Nee, waarschijnlijk niet. Precies. Mooi zo. Ik ook niet. Wat? Ja, precies. Oké, sorry. Ik ben echt flauw bezig. Oké. Ik heb al wel een boog, zoals ik graag wilde. Ik heb alleen geen arrows. En als je een boog hebt, dan is het ook wel vaak al fijn als je ook arrows hebt. Oh, deze gast heeft een arrow. En hij heeft een iron sword. Even kijken zo. Volgens mij is het hier ook nog wat kist of zo. Jee, meer arrows. Ik zit nu even te kijken waar ik heen zou gaan, want ik weet eigenlijk nergens waar kisten zitten en er zitten hier niet echt mensen. Ik wil graag een beetje op mensen jagen, aangezien ik nu een boog heb. Waarschijnlijk zit hier achter wel mensen. Oké, nog 9 mensen over. Zit in ieder geval bij de laatste helft. Of in ieder geval bijna bij de laatste helft. Waarschijnlijk ren ik nu echt langs een heleboel kisten. Ook hier zijn veel mensen aan het vechten. Ik moet alleen even kijken hoe je er binnenkomt. Dit is een van de vage cave of zo, denk ik. Oké, zo te zien moet je aan de andere kant zijn om er binnen te kunnen komen. Oh, zie je iemand anders? Die echt. Nou, ik weet niet of het hacks waren. Waarschijnlijk niet eigenlijk. Nog één laatste potje dan. Ja, de video duurt nu iets meer dan 20 minuutjes. Dus doen we nog een keertje Desert. Ik had hier net nog gewonnen toen ik aan het opnemen was. En toen ineens mijn computer helemaal vol stond. Ik niet. Haha, wat flauw. Oké, er zijn dus Nederlandse teamers. Wow, dat wordt een heel groot team volgens mij. Waarschijnlijk blijft het team in het midden, dus. Even kijken, misschien kunnen we zo meteen heel makkelijk heel veel kills gaan maken als we hier een goed wapen krijgen. Haha, die gast telt niks. Oh, deze gast heet de Sloper. Oh, ik dacht die andere gast komt wel achter me aan, maar nee. Blijkbaar kwam die niet achter me aan. Oké, helmpje op mijn hoofd. Ik vind het helemaal mooi.
Ik denk dat nu vooral belangrijk is dat we wat mensen gaan killen en gaan enchanten. Zo te zien zitten daar drie mensen te vechten in het hok waar je kan enchanten, dus dat komt mooi uit. Deze gast heeft waarschijnlijk weinig geld nu. Oké. Het was niet echt handig dat ik vast kwam te zitten, maar ik heb hem alsnog kunnen killen, gelukkig. Is deze kist al geloot? Nee, ja. En ik heb geen lapis. Hem moeten we wel kunnen killen. Hopelijk heeft hij dan lapis voor ons. Loop je lapis. Lapis, please. Yeah, hij had lapis. Hij had het nog ook gewoon. Nou, dat is aardig van hem. Het is trouwens heel belangrijk als je goed wil zijn in PvP, dat je een goede balans leert vinden tussen het gebruiken van je boog en je zwoord. Oké, kwamen ze naar mij toe? Ja, oké. Oké, hem had ik al damage gedaan, dus hem moet ik eigenlijk eerst verkillen. Dan krijg ik weer full health namelijk. Oké, andere mensen in de buurt? Nee. Waarschijnlijk vinden ze nu dat ik een hacker ben. Oké, rustig. Ligt er überhaupt eigenlijk iets nuttigs bij? Nee, niet echt. Oké, maar het is heel vaak heel belangrijk dat je de goede balans leert vinden tussen je boog en je zwoord. Dus eigenlijk dat je op het moment dat iemand in range komt, dan moet je precies overschakelen op je zwoord. Maar als je te vroeg overschakelt op je zwoord, dat je nog meer damage kunt doen met een boog. Ja, met een boog. Dus het is vrij lastig om de goede balans te vinden, maar als je gewoon veel oefent, dan lukt dat wel. Gewoon even een tip voor iedereen. Oké, even wat meer XP bottles gooien. En op de gang maakt de wasmachine zo'n piepend geluid omdat die klaar is. Ik hoop niet dat jullie last hebben van het geluid trouwens. Het zou best kunnen dat het geluid al eerder kwam. Mij valt het niet echt meer op omdat ik het heel vaak hoor. Oké, protection. Protection. Alleen deze nog en mijn boog. Oké, laten we gaan en oh, de deathmatch begint al. Of over een halve minuut dan, maar die halve minuut stelt niet zo heel veel voor. Dat is misschien een piep nog steeds. Of alweer, weet ik veel. Nou, laten we hier alvast gaan staan, dan staan we ons klaar. We bleven ook echt gewoon staan ook. Ik en die andere gast zitten allebei op hem te schieten.
Oh yes, ik heb hem gekild. Oh, hij heeft ook geen chant. Oh, ik heb nog best veel geld over eigenlijk. GG. Oké, dat was hem dan weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een like achter te laten. Daar help je me echt mee. En ook echt even doen gewoon. Niet denken van, oh ja, andere mensen geven al likes. Geef gewoon even een like. En net zoals een reactie. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan bedank ik je voor het kijken van deze video. En zie ik jullie later. Doei!